pour mes succès, dans ce différents secteurs, il y a du succès dans une culture relation, une stabile financière. Où c'est que là? C'est une financière situation. Un business, it's doing what you have on hold. C'est très important. C'est des gens qui 50 ans un stuc d'ing, it's doing that they n'y van houden. C'est erg. Soms is het van moeten, ze hebben niet altijd de keuze. Maar bij mij, ik doe iets waar ik van hou. Dus ja, voorlopig kan ik zeggen, op dit moment in mijn leven ben ik in de aspecten van het leven die belangrijk zijn voor mij, succesvol in mijn ogen. Nu, veel mensen gaan zeggen, ah, hij is succesvol of hij heeft 3 zaken. Ik bedoel, mensen zien vaak het resultaat, maar niet de weg. Ik denk dat je daar ook over kan praten. En ik zie ook bijvoorbeeld mijn yogatrainer ervoor. Je ziet zijn lichaam. Ik bedoel, wauw. Het is ongelooflijk hoe dat hij afgetraind is en wat dat hem kan doen. En als ik hem bezig zie, ik zeg maar, dat is normaal. Een lichaam van een mens kan dat doen. En dan zet ik mij in deze positie. En ik kan niet ademen, nog in deze positie blijven. Dat is onmogelijk. En hij zegt altijd zelf, ja, maar daarop, hè, op dat heb ik... Daar heb ik 2 jaar op getraind om daar te geraken. Ja, voilà. Je ziet niet de uren dat we hier zijn, elke ochtend dat we hier aankomen, de uren dat we vertrekken, de avonden, de feestjes dat ik mis, de diners dat ik mis, de familiemomenten dat ik mis, om hier te zijn. Dus vooral voor al het goede is ook een sacrifice. En ja, dat is zo. Dat is normaal, denk ik.